Dokter, ik heb weeën. Kom maar mee, mevrouw. Dan brengen we u naar de verloskamer. Oh, doet zozeer. Help, snel. Mevrouw, ik ga even de papieren inbrengen. Ja, snel, snel, snel. Oh. Mag ik even uw verzekering? Nee, oh, nee, kom later wel. Nee, nee. Mag ik dan snel. Even uw paspoort? Nee, kom eraan. Nee, oké, dan ga ik u gelijk helpen. Mevrouw, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, ja, snel, alsjeblieft. Alsjeblieft, mevrouw, hier is een deken. Snel, help. Hé, hey, mevrouw, het is een tweeling! Nee, niet ook nog een tweeling! Bent u daar niet blij mee? Ja, ik ben heel blij! Oh. Nog even volhouden! Oh, ik kan die tweeling nog helemaal uit! Oh, echt waar? Kijk, dit zijn de twee lieverds! Nee, ik ga eerst even nog even naar de toilet. We doen maar vast wat de kleren aan. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Toen de moeder na een uur nog niet terug was, ging de dokter op onderzoek uit. Waar is die mevrouw nou? Ze is gewoon weggelopen. De moeder had inderdaad haar zoontje en dochter achtergelaten in het ziekenhuis. Haar broertje en zusje kregen daarom geen naam. We zijn 11 jaar later en dit zijn de pleegouders. Schat, ik zie dat we deze maand steeds meer in de schulden gaan lopen. Ach, dan kan ik weer mijn check niet kopen. Hé, wat dacht je van mij? Een goedkoper biertje kan ik niet vinden. Zij hadden de kinderen alleen maar genomen voor wat extra geld en hadden niet de moeite genomen om ze een naam en nationaliteit te geven. Daarom heten de kinderen dus ik en broertje. Op school hadden ze wel hele aardige vrienden. Hé, maar misschien is het ook leuk als we naar Londen gaan dat ik en broertje ook meegaan. Hé, ik zou dat leuk vinden. Ja, dat lijkt me echt hartstikke leuk. En jij, broertje, wat vond jij ervan? Eigenlijk wel leuk. Dan moeten jullie wel nog even je paspoort regelen. Dan moet je even vragen aan je ouders. Kunnen jullie gewoon mee? Ja, dan betalen onze ouders wel gewoon de reis. Echt waar, joh? Lijkt me super. Ja, gaat gelijk aan we gaan gelijk onze ouders vragen. Wel raar dat ze eigenlijk gewoon ik en broertje heten. Ja. Ja. Ik vraag me af of ze wel een paspoort hebben. Ouders, mogen we misschien een paspoort? Paspoort? Weet je wel hoe duur dat is? Waarvoor hebben jullie dat nodig? Zijn er vrienden meegevraagd om naar Londen, te gaan? Mag dat? Nou, van mij mag je wel naar Londen, maar een paspoort krijg je echt niet. Ik zit zo krap, ik kan ook bijna geen bier meer kopen. Ja, en ik moet ook nog een checkie kunnen roken. Nou, oké, dan gaan we maar. Ja. Hé, we kunnen toch ook gewoon zonder paspoort naar Londen? Ja, het is Londen toch maar. Ja. Op de luchthaven stonden hun vrienden open te wachten. Hé, daar komen ik en broertje. Hey. Nou, kom snel. We moeten ons daar inchecken. Oké. Volgende. Komt u maar. Hallo, meneer de douane. Nou, ik ga naar Londen. Shoppen, zie je. Maar hier is mijn paspoort. Oké, helemaal in orde. U kunt gaan. Oh, we hebben geen paspoort. Toch nodig, toch? Oké, volgende. Hallo. Naam? Broertje. Oké, en jij? Ik? Ja, ik wil jij. Ja, zo heet ik. Ik. Ik heb echt geen zin om in de maling te worden genomen. Geef nu even jullie paspoorten. Ja, maar die hebben we dus niet. Dus jullie hebben geen naam, geen paspoort, helemaal niks. Ja, jullie staan hier ook niet in het systeem, dus jullie kunnen gewoon niet mee. Teleurgesteld liepen ik en broertje terug langs de snelweg naar huis. Een politieagent had hun daar opgepakt. Op het bureau vertelden ze hun verhaal. Jullie willen mij vertellen dat jullie geen naam hebben, geen paspoort, geen identiteit, helemaal niks? Ja. Jansen, check dat eens even. Nou Jansen, ik heb DNA onderzocht, ik heb foto's vergeleken en ik heb alle computers in de hele wereld helemaal niks gevonden over deze kinderen. Dus zelfs bij het fotogezichtsherkenningssoftware gebruiken heb je niks gevonden? Ik kijk nog even in het grote vermiste kinderenboek. Zo. Ja, oké. Hij is nog wel even bezig, maar ik wil nog iets meer van jullie weten. Kinderen hadden verteld over hun pleegouders die hun geadopteerd voor de kinderpleegslag. Ja, ik vind het echt heel verschrikkelijk. Ik ga zorgen dat jullie goede pleegouders en een naam gaan krijgen. Nou, weten jullie al hoe jullie willen heten dan? Zou dat echt mogen? Echt waar, mogen we een naam uitkiezen? Daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Oeh, ik zou wel Anne kunnen heten. Alex.